En Jana heeft ook heel hard gewerkt, hè? Ja. Ik heb 20 jaar gewerkt om niet te staan waar ik sta nu. Dus. Ja, ik heb bij mijn geboorte heb ik een handicap gekregen, al van mijn geboorte. En ik kon bijna niet stappen. Ik moest echt van niet zo goed stappen als jullie of niet zo goed eten of zo. En ik ben bij een kine geweest. En we hebben heel veel oefeningen samen gedaan, veel gelopen, leren stappen terug. En veel leren dingen vasthouden en dat mij moest behelpen en zo. Dus we zijn met de school dus begonnen met een boekenproject rond mijn boek, Leven in de Schaduw. De kinderen hebben allemaal boeken kunnen kopen. En die opbrengst ervan gaat naar Rode Neuzendag. En ook gaan we met de vijfdes en zesdes van de gemeentescholen, Zeskamp, Wichelen en Bruinbeke, gaan we het boek eigenlijk verwerken in iets anders. Dus mijn leraar, Patrick Bernau en ik, gaan de kinderen begeleiden om van mijn boek bijvoorbeeld een fotoroman te maken of een hoorspel of ik weet niet hoeveel dat is te zien met de samenspraak met de leerkrachten waarschijnlijk. En dus het is echt de bedoeling om de psychische problematiek te benadrukken en om de kinderen ook zo te leren van dat er meer in iemand schuilt dan dat je op het eerste vlak zou zien. Ja. Wat heb je eigenlijk voor ziekte? Het is een moeilijke naam. Het is een anti-NMDA receptor encefalitis. En makkelijk uitgelegd is dat eigenlijk dat er deeltjes en muisjes in je hersenen aangevallen worden door antistoffen. En antistoffen, dat maak je als je een griepop hebt of zo. Maar bij mij vechten die tegen die muisjes in mijn hersenen. Ik zou niet zeggen dat ik mijn vorig leven mis, maar ik zou wel zeggen dat ik er sterker ben uitgekomen en dat ik niet mij kan voorstellen als ik niet ziek was geweest wat er dan zou gebeurd zijn. Is het soms onmogelijk om kinderen iets terug te leren? Soms wel. Soms wel. De meeste dingen bij kinderen kinderen zijn wondertjes. De meeste kinderen kunnen alles weer heel goed leren, maar nog soms niet altijd zoals voorheen. Soms gaan ze bijvoorbeeld stappen, maar gaan ze toch nog een klein beetje manken of gaan ze niet meer kunnen snel lopen. Dus soms is het wel een beetje onmogelijk, maar gelukkig meestal niet. Het begon eigenlijk allemaal op een voetbalmatch. Ik was gewoon aan het voetballen en ineens viel ik op de grond. En later vertelden ze me dat ik een hersenberoerte had. Ik kon linkerdelen van mijn lichaam niet meer bewegen. Ik kon amper stappen. Ik kon mijn linkerhand amper gebruiken. Nu door oefeningen lukt het al wat beter. Maar ja, dit is echt geen leven niet meer voor mij. Het liefst van al zou ik eigenlijk gewoon echt er niet meer willen zijn.
leven in een revalidatieziekenhuis, zegt de hel. Dan heb ik het ook niet over de kines en de ergo's. Maar ook de mensen die daar lachen, die aan het babbelen zijn. Dan Isabel. Zo, ik vind het echt een trut gewoon. Die bemoeit zich met mijn leven, die lacht echt elke dag door en door. Vroeger kon ik echt alles. Maar echt alles. En nu kan ik amper lopen. En iedereen laat me gewoon vallen als een baksteen. Dit is echt geen leven meer voor mij. Waaraan heb ik dat verdiend? Echt waar, waaraan?